Er elk jaar ruim 14.000 mensen te horen dat ze longkanker hebben. Na 5 jaar leeft nog maar 17% van deze mensen. Daarmee behoort deze vorm van kanker tot de meest dodelijke. En dit komt doordat bij een groot deel van de mensen de ziekte pas in een laat stadium wordt ontdekt. Uit een groot internationaal onderzoek waar het UMCG aan meedeed, blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan de sterfte flink naar beneden kan brengen. Zeker bij mensen met een hoger risico, zoals rokers. Deze studie heet de Nelson-studie. Aan dit onderzoek deden 16.000 mensen mee. De helft kreeg 4 keer een CT-scan in 5 jaar tijd en de andere helft kreeg geen CT-scan. Op zo'n scan kunnen artsen zien of iemand mogelijk een vroeg stadium van longkanker heeft. Met het CT-scan werd longkanker in een veel eerder stadium ontdekt. De kans op overlijden na 10 jaar verminderde zo bij mannen met 25% en bij vrouwen zelfs nog veel meer. Dankzij de hoopgevende resultaten van de Nelson-studie wordt er nu landelijk nagedacht over een bevolkingsonderzoek naar longkanker. In zo'n onderzoek krijgen personen met een hoger risico op longkanker dan een CT-scan van de longen. Als zo'n bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd, levert dat duizenden extra scans op. En dat betekent heel veel extra werk voor radiologen, want zij moeten al die scans beoordelen. Door al dat werk kan het lang duren voordat een uitslag er is. En de bedoeling is nu juist dat we eerder ontdekken wat er aan de hand is. Daarom onderzoeken we nu of kunstmatige intelligentie bij een deel van dat werk kan helpen. Kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence of AI genoemd, is de laatste jaren flink in opmars. Deze technologie kan helpen om ziekten zoals longkanker eerder op te sporen. Maar hoe dan precies? Mijn collega Joost neemt een kijkje bij radioloog Rozemarijn in het ziekenhuis. Ik ben op weg naar Rozemarijn Vliegendhart. Zij werkt als radioloog in het UMCG. En in haar werk beoordeelt zij veel röntgenfoto's en scans om te zien of er afwijkingen bij patiënten zichtbaar zijn. Zij ziet ook heel veel scans van patiënten met longkanker. En als het goed is, dan zit ze achter deze deur. Hallo. Ah, hallo Joost. Longkanker wordt nu vaak pas in een laat stadium ontdekt. Hoe komt dat eigenlijk? Het komt dat patiënten pas bij de huisarts komen als ze klachten hebben. En als ze daarna voor diagnostisch onderzoek in het ziekenhuis terechtkomen, is de ziekte vaak helaas al in een vergevorderd stadium en is genezing ofwel moeilijk of helemaal niet meer mogelijk. En als deze patiënten bij de radioloog komen, maken jullie dan altijd een CT-scan? Als we denken dat iemand mogelijk longkanker heeft, bijvoorbeeld omdat we iets gezien hebben op een thoraxfoto, dan maken we een CT-scan. Met zo'n scan maken we foto's van dwarsdoorsnedes van weefsels en organen in het lichaam. Dus eigenlijk de binnenkant van het lichaam. En op de CT-beelden kunnen we dan zien of er afwijkingen zijn in botten of organen. Dus als we vermoeden dat iemand mogelijk longkanker heeft, kijken we in het bijzonder naar de longen. Die zijn hier zichtbaar. De CT-scan is een heel precieze techniek waarmee je ook vroege afwijkingen in de longen kan detecteren. En waar kijk je naar op een CT-scan? Wat we vaak zien op een CT-scan van de longen zijn zogenaamde longnodulen. Dat zijn kleine oneffenheden in de longen. En soms zoeken we daar ook specifiek naar, bijvoorbeeld als we zeker willen weten dat er geen uitzaaiingen in de longen zijn. En als je zo'n oneffenheid op een long ziet, wat betekent dat dan voor een patiënt? Nou, meestal zijn die longnodulen goedaardig, maar het is wel belangrijk om ze op te merken. Want soms moet je bijvoorbeeld de scan na een paar maanden herhalen om te zien of zo'n longoneffenheid gegroeid is. Een groeiende longnodule, die kan mogelijk duiden op longkanker. En helaas vinden we soms ook al direct grotere afwijkingen in de long, zoals deze. En dan is er een grotere kans dat het longkanker is. Wordt er naast de Nelson-studie nog meer onderzoek gedaan naar hoe longkanker eerder op te sporen is? Jazeker. We weten inmiddels dat we met een CT-scan met een zeer lage stralendosis zeer vroege stadia van longkanker kunnen opsporen. En dat dan ook meer patiënten genezen van longkanker. En de vragen waar we ons nu in wetenschappelijk onderzoek op richten zijn onder andere hoe we nog beter kwaadaardige van goedaardige longnodulen kunnen onderscheiden. Want dan hoeven minder mensen voor extra onderzoek naar het ziekenhuis te komen. En hiervoor gebruiken we ook juist gegevens uit de Nelson-studie. Er bestaat een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Waarom is er eigenlijk niet een bevolkingsonderzoek naar longkanker? Daarvoor moeten we eigenlijk eerst nog meer weten. Zoals wie het meest baat heeft bij bevolkingsonderzoek naar longkanker. En hoe vaak een CT-scan in het bevolkingsonderzoek herhaald moet gaan worden.
Nou, uiteindelijk is het aan de Gezondheidsraad om de minister te adviseren over het invoeren van nieuw bevolkingsonderzoek. Als zo'n bevolkingsonderzoek in Nederland ingevoerd gaat worden, gaat dat om duizenden extra CT-scans per jaar. En dat is een enorme hoeveelheid werk voor radiologen. Daarbij komt als radiologen heel veel van dit soort scans achter elkaar bekijken, bestaat het risico dat kleine afwijkingen waar je juist naar op zoek bent, niet altijd meer door hen worden opgemerkt. Kan je me laten zien hoe je zo'n CT-scan beoordeelt? Je ziet hier de CT-scannen van een patiënt. De longen zijn donker in verband met het lucht in de longen. En de vaten en structuren rondom de longen zijn wit. Ik ga nu op zoek naar longnodulen, die kleine longoneffenheden. Daarvoor ga ik door de hele scan heen. Ah, en hier zien we eens zo'n longnodule. Al deze oneffenheden die meten we op. En de grootte bepaalt namelijk de kans op longkanker en het vervolgadvies. Bij een kleinere longnodule maken we na 3 tot 6 maanden een herhaalscan om te kijken of de afwijking gegroeid is. Als er een grotere oneffenheid is, zoals die hier in beeld is, dan kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen via de longarts. Dat kan een ander type CT-scan zijn of bijvoorbeeld een onderzoek van de luchtwegen. Het is duidelijk, het beoordelen, opmeten, zoeken naar alle longnodulen is veel werk, kost veel tijd. Dat riep bij ons de vraag op, zou kunstmatige intelligentie ons kunnen helpen, zodat we als radioloog gemakkelijker en sneller CT-scans kunnen beoordelen. En misschien dat kunstmatige intelligentie ook kan helpen om te voorkomen dat we kleine longnodulen missen. En voor het antwoord op die vraag gaan we over naar de studio. Larissa, kom er maar in. Of kunstmatige intelligentie hierbij kan helpen, kunnen we het best vragen aan Peter van Ooyen. Peter, kom erbij. Jij bent het hoofd van het Machine Learning Lab in het UMCG. Daardoor weet je dus veel van kunstmatige intelligentie. Kan je me uitleggen of kunstmatige intelligentie in de toekomst kan helpen om longkanker eerder op te sporen? Jazeker kan ik dat. In de toekomst zullen we zeker kunstmatige intelligentie gaan gebruiken om bepaalde taken over te nemen van de radioloog en zo sneller tot een diagnose te komen. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik eerst uitleggen wat het nu eigenlijk is en hoe het nu precies werkt. Kunstmatige intelligentie, in het Engels heet het AI of Artificial Intelligence, is een technologie waarbij een computermodel wordt geprogrammeerd of getraind om taken uit te voeren die normaal gesproken alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd. Zoals het leren, redeneren en aanpassen aan nieuwe situaties. Er zijn verschillende soorten kunstmatige intelligentie. Eén daarvan is het zogenaamde deep learning. Met deep learning kunnen we een computermodel zichzelf laten trainen om op basis van grote hoeveelheden gegevens beslissingen te maken. Om een computermodel met deep learning te kunnen trainen, hebben we dus grote hoeveelheden gegevens nodig. Dat noemen we ook wel de data. Deze data krijgen we bijvoorbeeld door patiënten of deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek te vragen of we hun gegevens mogen gebruiken. Maar met alleen die gegevens kunnen we het model niet trainen. Eigenlijk leert zo'n deep learning model precies hetzelfde als hoe een mens leert. Als kind wist je bijvoorbeeld nog niet gelijk wat een hond of een kat is. Maar doordat je het steeds zag en het je werd verteld en je werd verbeterd als je die fout benoemde, heb je dat geleerd. Zo goed zelfs dat je nu een hond van een ras dat je nog nooit hebt gezien hoogstwaarschijnlijk wel correct als een hond kan benoemen op basis van allerlei kenmerken. Bij deep learning werkt het eigenlijk net zo. Maar hoe gaat dat dan precies? Eerst worden de scans door een radioloog zoals Rosemarijn bekeken. Zij geeft dan aan waar op een beeld zich precies die longnodules bevinden en beschrijft dit in het radiologisch verslag. Daarna worden die beelden één voor één aangeboden aan het deep learning model. Dit model probeert dan zelf aan te tonen waar longnodules zich bevinden en doet een zogenaamde voorspelling. Deze voorspelling wordt vervolgens vergeleken met de beoordeling van de radioloog die we als de waarheid beschouwen. Op basis hiervan krijgt het model steeds feedback over hoe goed de voorspelling was en leert het steeds beter hoe en waar longnodules op beelden te zien zijn. Dit proces wordt heel vaak herhaald om het verschil tussen de beoordeling van de radioloog en de voorspelling van het model zo klein mogelijk te maken. En uiteindelijk komen we dan tot een goed werkend deep learning model dat ook in staat is om nieuwe data die het nog nooit heeft gezien op de juiste manier te beoordelen. In het UMCG hebben we grote dataverzamelingen met longscans en de beoordelingen daarvan door de radioloog. Daarmee kunnen we dus zulke deep learning modellen trainen om die longnodulen te vinden.
Wat hierbij belangrijk is om je te realiseren, is dat zo'n model goed is in één specifieke taak. Het kan bijvoorbeeld niet andere ziektes opsporen of andere data analyseren dan waar het op getraind is. Met deze modellen kunnen we dus een radioloog niet vervangen, maar wel ondersteunen in het uitvoeren van bepaalde taken. In het UMCG kunnen onderzoekers nu gebruik maken van kunstmatige intelligentie die automatisch longnodulen opspoort en opmet. Radioloog Rozemarijn doet hier onderzoek naar. Hiervoor gaan we nog even naar Joost in het ziekenhuis. We staan hier nu in de onderzoeksruimte van radiologie. En Rozemarijn, je hebt net laten zien hoe jij de CT-beelden beoordeelt. Kan u ons laten zien hoe kunstmatige intelligentie dat doet? Zeker. Voor ons wetenschappelijk onderzoek hebben we software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. En deze software kan automatisch alle longnodulen op een CT-scan opsporen en meten. En dat is hier te zien. Als scanbeoordelaar hoef je alleen de software-evaluatie te openen en snel de bevindingen te checken. Dit is een prachtige ontwikkeling die heel veel tijd kan schelen bij het beoordelen van CT-scans van de longen, nu in het ziekenhuis of straks mocht het bevolkingsonderzoek naar longkanker ingevoerd worden. Rozemarijn, ontzettend bedankt voor deze demonstratie. Het is heel duidelijk dat dit heel veel tijd scheelt en heel snel gaat. We gaan weer terug naar de studio. Zoals je hebt gezien, heeft kunstmatige intelligentie veel potentie in de gezondheidszorg. En kan het artsen helpen om in de toekomst longkanker eerder op te sporen en te behandelen. Heb je nou vragen over dit onderwerp? Stel die dan op onze website. En als je daar dan toch bent, laat ons vooral even weten wat je van de uitzending vond.